serie nummer 5 gaan we dan verder. En dat is de serie met de finale bij de senioren 1 en 2. Baan nummer 2, 29, 97. Tweede tijd voor Amber Sely. Derde tijd voor Silke Huisman. Deze dames te water met Veerle Nieborg, Kirsten van Halle, Jill Mai Tjoentom, Anna van der Roffelaar, Ismee Lichtendonk, Amber Sely en Tess Spanje. Donk aan de leiding 107-42, van Roffelaar 2. Derde tijd voor Kirsten van Halle. En dit is tijd om te wisselen in deze finale. 200 meter wissel. Schoolslag nu. Voorsprong daar voor van Roffelaar in baan nummer 5. Silke Huisman, derde positie aan de overzijde weer voor Hendricks in baan nummer 2. We zien terugvechtend weer voor de medailles keren en dan maken we de einduitslag op. Het is Van Roffelaar, Huisman, Hendricks, Verhalle en dan ligt het donker de volgorde en dan hier naar de finish. We zien we daar in baan nummer 4. Achter Anna van Roffelaar, Silke Huisman liggen. Dus het is net een hogere armtempo voor Anna van Roffelaar. En daar maakt ze wat afstand mee richting de finish. En die afstand wordt langzaam groter. En dan gaat Anna van Roffelaar hier de snelste tijd neerzetten. En die wordt 2:22:65. Tweede tijd voor Silke Huisman, derde tijd voor Sterre Hendricks. Van Roffelaar, een persoonlijk record, zomaar eens 5 seconden sneller dan Den Haag. Persoonlijke toptijd die wij hier hebben staan. En Hendricks daar ook sneller dan eerder. Anna van Roffelaar, zij wint deze afstand, de 200 meter wisselslag. 2:22:65 is haar tijd voor PSV. De nieuwe Nederlands kampioen senior 1 en 2, Anna van Roffelaar.